Onze vlog van vandaag gaat over knotvormen. En zoals je hier al direct kunt zien, er zijn allerlei vormen knotten mogelijk. Je hoeft niet alleen maar aan normale knotwilligen te denken, maar je hebt zelfs knotberken, je hebt knotplatanen, er zijn knotlindes, knoteiken. Er is echt heel veel in mogelijk natuurlijk. Ja, van oudsher werden die knotbomen vooral als nutshout gebruikt. Dus om de paar jaar werden ze geknot en dan werden er bijvoorbeeld schopstelen van gemaakt. Of andere werktuigen. Ook werd het als beschoeiing veel gebruikt in riviergebieden. Maar tegenwoordig vinden mensen die knotten toch heel erg mooi. Ook om in een tuin of in een park of op een rotonde te gebruiken. Het is een heel multifunctioneel vorm. En het geeft ook een echt authentiek karakter aan een tuin. Dus we gaan er een aantal bekijken. Dit is Salix alba als knotvorm. En ja, je kunt hier heel duidelijk de scheuten zien. Die zijn ongeveer 3 jaar geleden voor de laatste keer geknot geweest. Dus ze hebben flinke scheuten gemaakt. Het leuke van zo'n knotwillig is natuurlijk dat hij ook echt goed nestgelegenheid kan bieden aan vogels. Dan zie je hier duidelijk bovenop, er is echt zo'n plekje ontstaan. Heel vaak als je in een nat gebied staat waar watervogels leven, kunnen eenden dat ook gebruiken als broedplaats. En natuurlijk werden de takken in het verleden ook gebruikt om gereedschap van te maken en dergelijke. Ook was het zo wanneer een knotwillig op deze hoogte gemaakt wordt, zeg maar, in een riviergebied. En dat hout, dat wordt dan grindhout genoemd. Het is een boom, ja, je kan best al een leeftijd bereiken van ongeveer 50 tot 70 jaar, zou ik zeggen. Want op een gegeven moment houdt het een beetje op omdat hij dan toch wat meer gaat splijten en gaat rotten bovenin zijn kop. Je kunt hem knotten naar eigen believen. Je kunt zeggen ik doe dat elk jaar, dan heb je heel veel dunne fijne takjes. Maar je kunt het ook zeggen ik doe dat om de 3 jaar, om de 5 jaar, om de 7 jaar ongeveer. Net wat je zelf het mooiste vindt. Hij doet natuurlijk echt goed op hele natte gronden. En ja, het geeft gewoon een heel authentiek karakter aan een tuin. Salix alba knotvorm. Hier weer een totaal andere vorm van Salix alba. Hier een meerstammige knotvorm. Hier Salix alba shermachina als knotvorm. En hier zie je zijn schitterende oranje-gele houten waar je in de winter heel mooi kunt zien. Dit is Betula pendula, oftewel de gewone berkalt, maar dan als knotvorm. En heel veel mensen weten niet dat je van een berk ook een hele schitterende knotvorm kunt maken. Zoals je hier heel mooi kunt zien. Deze zijn ook nou een jaar of 4 geleden geknot geweest. En ze zouden in principe wel weer geknot kunnen worden. Eén ding is wel heel belangrijk met een berk. Die mag je in het voorjaar niet knotten. Want dan gaat die zogenaamde stapstroom komt straks op gang. En dan gaat die bloeden. Dus die kun je beter later in de zomer ongeveer rond de langste dag snoeien. Ja, door zijn witte grijze stam geeft je natuurlijk een heel speciaal effect in de tuin. Betula pendula knotvorm. Hier een andere vrij onbekende knotvorm van Platanus hispanica, oftewel gewone plataan. Je kunt hier ook heel mooi zien hoe hard die scheuten groeien. Deze zijn 2 jaar geleden voor de laatste keer teruggesnoeid geweest. En je ziet hoe gigantisch de scheuten zijn die ze dan maken. Het leuke van de plataan is dat hij echt een hele grillige stam krijgt, ook naarmate die ouder wordt met allerlei vergroeien erop. En natuurlijk heb je de afschilfering. Hij is ook geschikt voor drogere en warmere plekken. En ja, het geeft echt een heel speciaal uiterlijk aan een plein of een particuliere tuin. Je kunt hem eigenlijk op heel veel verschillende manieren toepassen. Ook wanneer de bovengrond bijvoorbeeld kabels zouden lopen, waardoor hij niet zoveel ruimte heeft. Dus een heel veelzijdige knotboom, Platanus hispanica. Dit is een heel fraai exemplaar van Moris alba als knotvorm, oftewel de witte moerbei. Een vrij oud exemplaar zoals je kunt zien. En hij maakt ook echt hele grote lange scheuten. Het is echt wel een krachtige groeier. Maar je ziet wel na een aantal jaren, deze is pak een beet 60 jaar oud, heb je wel een fantastisch resultaat. En hier een aantal hele fraaie exemplaren van Tilia cordata knotvorm, kleinbladige linde. Vormt een hele mooie, dichte, ronde kroon wanneer ze iets ouder worden. Schitterende boom.
Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog over knotbomen. En ik hoop dat je erachter gekomen bent dat er heel wat meer mogelijk is op knotbomengebied dan alleen maar een knotwillig. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En tot de volgende keer.